Goed, ik zit hier aan tafel met drie heren. Ja, dat is weer goed geregeld vandaag. Naast me zit Marvin Hokstam. Marvin Hokstam die is van devzuur.com. En ik ga zo meteen met jou praten wat dat precies inhoudt. Nou, Migilio Panayok hebben we net al gezien. Die is natuurlijk altijd betrokken al 7 jaar, Migilio, ja, bij Salsuri. Dus het gaat weer binnenkort beginnen, hè? Het begint binnenkort weer. Ja, oké. Nou, daar komen we zo meteen op. En jij bent Jeroen Swols. En Jeroen die is al 2 jaar op reis. En hij gaat ons straks vertellen waarom hij op reis is en wat hij daarmee doet. Of tijdens dat reizen doet. Goed, Jeroen. Hoi. Leuk dat je hier bent in Suriname. Ja, vind ik ook. Ja. We zijn niet uniek, want jij gaat met 200 hoofdsteden in de 210 hoofdsteden ja. In de wereld. En de hoeveelste zijn wij? 69. 69. Ja. Dus you have a long way to go still. Ja, ja, bijna op een derde nu, dus ja. Nog wel even te gaan, ja. Ja. Want jij doet een project, dat heet The Streets of the World. Mm-hmm. En daarvoor ben je al 2 jaar op reis. Heb je Azië gedaan? Alle landen in Azië? Nee, ja, bijna allemaal. Nee, maar er zijn een paar waar ik wat problemen mee had om in te komen. Ja. Krijg ik bijvoorbeeld geen visum voor. Mm-hmm. Geldt bijvoorbeeld voor Iran. Mm-hmm. Turkmenistan. Dus, en er zijn een paar landen die dermate gevaarlijk zijn. Dat moet je goed voorbereiden. En die wil ik een beetje clusteren eigenlijk. Dus, ja. Dus die komen nog. Maar ik heb, dat zijn er maar 7 nog in totaal. Dus alle andere landen in Azië ben ik geweest inmiddels. Geweldig. En je bent fotograaf. Je hebt dus de fotoacademie gedaan in Amsterdam. Ja, cool. Ja. En toen dacht je van, je was eigenlijk al een beetje bezig met politieke en sociale misstanden mm-hmm. te fotograferen. En toen dacht je opeens van, hey, dit wil ik eigenlijk in de hele wereld gaan doen? Of is het nou, niet zo? Ja, nee, dat klopt ongeveer wel. Mm-hmm. Maar ik dacht juist, laat ik eens een keer iets anders doen dan toch vaak die negatieve insteek. Wat we mm-hmm. trouwens net ook hoorden van Marvin. En eigenlijk laten zien dat op al die plekken, in al die hoofdsteden, dat daar mensen wonen die helemaal niet zo eng zijn. En die mm-hmm. eigenlijk vrijwel, nou, in ieder geval voor een groot gedeelte wel hetzelfde zijn zoals jij en ik. En, mm-hmm. en dat probeer ik ook wel herkenbaar te maken in die foto's. Dus er zit altijd, ook op moeilijke plekken, hè, moeilijke landen, zit er altijd wel een positief element in. En dat, ja. Dat leek me wel eens mooi om dat te doen voor de verandering, want er gebeurt toch te weinig dingen. En was het moeilijk om in Suriname te komen? Ja. Oh, ja, want daar moet je dus een visum voor hebben als Nederlander. Ja, dat had ik ja, even niet klopt. In de gaten. Dus op Curaçao duurde dat 3 dagen zelfs. Dus uiteindelijk ja. ben ik eerst naar Guyana gegaan en daar was het in 1 dag uiteindelijk geregeld. Oh, okay. Maar ik kon er niet zomaar heen inderdaad. Dus, maar daar wordt nu wel aan gewerkt. Ja, daar wordt heel hard aan gewerkt en dat is ja. echt een prioriteit van deze regering. Dus daar mm-hmm. zijn we allemaal heel blij mee. Want we hopen natuurlijk op die manier heel veel mensen zoals jij die geïnteresseerd zijn in het land op ja, een makkelijke manier te krijgen. Je bent een gedeelte van jouw reis, die is eigenlijk al, het is dus het eerste gedeelte Amerika's en het gedeelte Azië. Azië. Dat is al uitgegeven door National Geographic, hè? Ja, klopt. Ja. Dat zijn geen foto's, maar dat zijn eigenlijk de reisavonturen die ik, de meest bizarre verhalen die ik heb meegemaakt afgelopen mm-hmm. anderhalf jaar. En die zijn in dit boek zijn hier opgeschreven. Nou, dat is heel uiteenlopend, maar boeiend, zeg maar. Alles wat reizen mooi maakt zit er al in. Oké, en dat kunnen we dan gewoon bij National Geographic bestellen? Ja, je kan het online bestellen en dan sturen ze op. Oké, Streets of the World. Ik ben ontzettend benieuwd, want jij hebt natuurlijk een schat aan ervaringen. Ja. En avonturen die je met heel veel mensen zal delen middels dit boek. Jouw foto voor Paramaribo, is die al gemaakt? Ja, die heb ik vanochtend gemaakt. Mm-hmm. Bij, waar de bootjes vertrekken naar de overkant. Ja. Eigenlijk in de loop van de middag was het alweer. Mm-hmm. En dat vond ik wel mooi, want daar kwamen sowieso is dat een mooi uitzicht over de stad. En je ziet wel een beetje hoe het eruit ziet. Maar er kwamen ook, wat ik daar mooi aan vind, is dat zeg maar alle laat ik maar even zeggen, rassen zeg maar, die hier wonen, die komen mm-hmm. daar ook allemaal wel samen. Dus mm-hmm. zeg maar de multiculturele kant van Suriname en Paramaribo werd daar wel duidelijk. En dat wilde ik in ieder geval laten zien wel in deze foto, dat eigenlijk vrij goed gaat wel. Lijkt me ook nog moeilijk om 1 foto te kiezen van een land, hè? Ik bedoel, dat is ook een uitdaging. Dat is ook nog een uitdaging. Ja. En ben je dan nu ook klaar met Suriname? Ga je dan weer weg? Ga je weer door? Ja, ik ga. Je hebt niet te veel tijd om de echte pitstop, hè? Nee, klopt. Nee, ik heb 1 dagje ben ik gelukkig nog de jungle in geweest.
Dus ja. Dat was wel even mooi om te zien nog. Maar ik moet wel door, want ik ben 5 dagen per land eigenlijk. Dus okay. Het is wel een hoog tempo inderdaad. Maar hoe doe jij dat? Want we hebben net aan Marvin gevraagd van hoe ziet zijn boterhammetje eruit? Hij zegt net, hij houdt van een gespekt boterhammetje, dus hij zoekt nog wat sponsoren. Ja. Heb jij ook sponsoren? Nou, ik heb meer eigenlijk een investeerder, dus die heeft wel geld in het project geïnvesteerd, maar dat is dus dat is geen gift, dat moet gewoon wel terugbetaald worden uiteindelijk. Okay. Dus ik heb wel eigenlijk een forse schuld waar ik mee rondreis. Maar we gaan allemaal wel vanuit dat uiteindelijk de producten die we maken, want uiteindelijk komt er dan een heel groot fotoboek en exposities en we willen ook dingen voor scholen gaan doen, allemaal educatieve projecten. Ja. En de boeken die ik schrijf, want ik ben al deel 2 aan het schrijven en deze gaat best goed. Ja. Dat die producten uiteindelijk geld gaan opleveren en dat we daarmee, dat hoop ik een beetje terugverdienen. Geweldig. Nou, ik vind het zo bijzonder dat je een droom achterna gaat. En dat geldt eigenlijk voor jullie alle drie hier, want Marvin die... realiseert zijn droom. Jij al 7 jaar met je salsa naar Suriname gebracht. En ik wens jou heel veel succes met jouw wereldwijde droom toe. En heb je ook een blog die we kunnen volgen? Ja, de website heet ook Streets of the World. En daar staan allerlei filmpjes en foto's en leuke dingen. We gaan je googlen. Prima.